Surveillante Willem. 40%. 40%. 40% kan het zien, hè? Ja. Even de andere kant. Dat doe ik wel even. Nou, het moet minimaal 50% licht doorlaten. Ja. Dus dat betekent dat je ook hier een proces verbaal van krijgt. Ja, je moet het er nu afhalen. Anders zetten we een wokmelding. Een wacht op keurenmelding op de auto. Ja, ja. Dan worden drie bekeuringen, meneer. Ja, maar drie bekeuringen, dat vind ik wel een beetje te veel. Ja, maar dat doet u helemaal zelf, hè? Maar je kunt me gewoon ook waarschuwen. Ik zeg van, joh, ik heb gewoon twee bekeuringen. Ik heb u dat... U vindt dat te hard? Ja, ik vind dat een beetje keihard, ja. Als u al bellend een aanrijding maakt en het kind vliegt door de vooruit, dat vind ik te hard. Ik ga u een tijd even vaststellen. Als dat klopt, dan mag u weer verder. Dus dan krijgt u vanzelf bericht thuis. Het rijbewijs niet bij, dat is €90. Het kind wat los zit is €140 en het bellen is €230. U bent volwassen, u moet zich ook zo gedragen. Hè? Als u de kleine even vastzet, dan kan u daarna weer verder. Nee, ik... Ik kan me niet drie bekeuringen in één keer opstiepen. Hij had toch gewoon rijbewijs af. Ik heb hem thuis liggen. Ik kan hem zo meenemen. Het is gewoon te veel. Het is gewoon puur... gewoon echt hard gaan, zeg maar. Normaal gesproken... Ik hoop als we elkaar nog een keer tegenkomen... Dat je gewoon een hand kan schudden. Dat je zegt van, nou, we kunnen nog gewoon een hand schudden. Maar... We kunnen ook gewoon een hand schudden. Maar... Nee, maar niet op die manier. Het is wel een beetje hard, die bekeuring. U vindt het hard? Ik heb het ook heel erg krap en... Ja, maar goed, iedereen weet, je mag niet bellen tijdens het rijden. Iedereen weet, kinderen moeten vastzitten. Ja, oké, maar dat, normaal gesproken doe ik dat altijd. Ja, maar goed, dan is het dan een momentopname. Zet u het kindje even vast. Heeft u verder nog vragen aan ons? Ja, liefst dat we niet kunnen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ja. Ja? Tot ziens. Even kijken hoor, dan zitten we op 25 kilometer te snel. Sanctiebedrag van €220. En het rijbewijs is een sanctiebedrag van €90. Nou, je hebt zo snel gereden dat je rijbewijs bent ingevorderd. Oh, serieus? Ja. Het is binnen de bebouwde kom. Het heeft nog een andere consequentie voor u. Dat wij een melding maken bij het CBR. Mm-hmm. En dat u een educatieve maatregel gedrag krijgt. Is dat als ik? Ja, dat is zeker, ja. Voor het bellen en voor het onnodig linksrijden krijgt u een bekeuring. En dan vraag ik me af, is het goed gedaan of is het goed gegaan? Nou, dan is het goed gegaan. Juist. Dat kan ook zijn dat andere mensen zo goed opletten dat ze voor u... hard afremmen of voor u moeten uitwijken. En dan denkt u van, nou, ik rij al 40 jaar schadevrij. Dat heb ik goed gedaan. Maar het is eigenlijk maar goed gegaan. Ja. Bellen is €240 en het onnodig linksrijden ook. Ja, en er zit ook nog heel dicht aan tegen een cursus. Maar die geven we ook niet. Van het CBR, een cursus. En die kost €1170. Oké, daar gaat mijn vakantie. Ja. Het inhalen is €230. Echt? Ja. En het kleven, dat de bepaalde... Het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat hun het sanctiebedrag bepalen. En dat kan zelfs eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid zijn. Het rechtsinhalen is €240. Het rechtsinhalen, dat is €240. Er komt nog €9 administratiekosten bij. Ja, we kunnen tegenwoordig met z'n allen niet meer van dat ding afblijven. Maar dat is de ongevalsveroorzaker nummer 1. U krijgt er ook een procesverbaal voor. Dit zijn gewoon scherpe delen. U krijgt voor de banden een waarschuwing. Maar voor de scherpe delen krijgt u ook een bekeuring. Het totale boetebedrag is €460. In de komende 10 dagen zit u even zonder rijbewijs. Onnodig linksrijden is €140. Het signaal nog even in andere gevallen dan toegestaan. Dat is €95. Onnodig op je klakson duwen. Het rechts inhalen is €230. Hoeveel? €230. Nou, jammer. Nou, ondersteun nog een fijne avond. De kerstboom, die moest nog even weg. Oh. Dat is leuk voor thuis, hè? Weg of uit? Gewoon weg. Oh. Yes. Dat zijn allemaal dingen die jou het zicht belemmeren. Waarom denk je dat er in geen enkele auto een kerstboom staat? Die staat toch thuis? Gezellig. Ja? Het rijden zonder dimlicht bij nacht is €140. En het rijbewijs niet op eerste vordering tonen is €90. Oké. Okay. Moet het serieus een dubbele boete worden? Of, Nou ja, goed. Je hebt gezien hoe lang ik bezig ben, hè? Ja, maar goed, kom op. Ik heb een andere auto bij me, dus ja... Ja, maar u heeft wel uw telefoon bij, hè? Ja. Dus ik zeg al, het is maar wat u belangrijk vindt. Dat klopt helemaal. In het telefoonhoesje, daar zitten vakjes. Daar zit wel een bankpas in en een creditcard. Dan kan er ook een rijbewijs zitten. Ja, u heeft gelijk. Maar dus... ja, ik hoop de volgende keer als we elkaar tegenkomen dat u een rijbewijs kan tonen. Ja, dat gaat zeker doen. Ja. Dus je ondertussen dan nog een fijne avond. Maar wordt het nog steeds een dubbele boete? Nog steeds een dubbele boete. Moet u niet een klein beetje clementie geven? Want ik vind het op de vrijdagavond. Ja. Kom op. We hebben allemaal hard gewerkt deze week. Snap ik. Ik vind het heel erg grof, meneer.
Dan mag u het grof vinden. Maar je ziet hoe lang ik ermee bezig ben. Ja, maar ik werk niet voor niks de hele week om 200 zoveel euro af te tikken. Ik vind het echt overdreven. U vindt het overdreven, dat mag. Dat mag. Ik wens u toch nog een fijne avond. Nou, hey. Tot ziens. Leven en snelheid. Maar door richting EMG kunnen met deze. Ja, echter, dan dit ga je niet krijgen vandaag. Vandaag niet, nee. Alleen de bestuurder wil niet kijken. Nee. Ja, ik heb de beelden nog een keer nagekeken. En het is wel dusdanig dat wij je ook gaan aanmelden voor een EMG bij het CBR. Weet wat dat inhoudt? Een educatieve maatregel gedrag? Nee, als u meerdere overtredingen pleegt in een rit, want u gebruikt ook nul keer richting aanwijzen. Dan melden wij u aan bij het CBR en die kunnen u uitnodigen voor een cursus. Die cursus ben je verplicht om te volgen. Volgt u de cursus niet, dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Maar dan krijgt u, als ze dat doen, vanzelf bericht van. Vergeet je riem niet. Oké, wat zei je? Vergeet je riem niet. Nee. Ja, hij schrijft iedereen op, hoor.